jaarverklaring en het regeerprogramma uit december 2012. En je merkt ook dat het resultaat begint op te leveren, dat de overheidsfinanciën in rustige vaarwater beginnen te komen. Er is nog heel veel te doen, maar er zijn grote stappen gezet. En het lijkt mij van groot belang, ook voor het land Curaçao en ook voor de toekomst, om ook weer in de toekomst investeringsmogelijkheden te hebben. We gaan door de komende paar dagen, nog veel gesprekken met bedrijven. Morgenavond de receptie met de gouverneur. Ik heb allemaal gelegenheid om die contacten te verdiepen. En eind augustus heb ik de eer om Ivar Asjes te ontvangen in het torentje Den Haag. En dan de gesprekken daar verder voor te zetten. Ja. Dank u wel. Dan wil ik het woord geven aan voor de verandering is rechts beginnen. Pieter vragen. Samen veel geld verdienen, dat is een mooie kreet, maar nog niet zo lang geleden is er een aanwijzing gekomen vanuit Nederland voor Curaçao om te zorgen dat er niet te veel geld uitgegeven zou worden op Curaçao. Hoe staat het met die aanwijzing? Er zijn volgens mij nog twee punten op tafel. Curaçao mag bijvoorbeeld ook geen mensen meer aannemen, geen personeel. En is dat samen geld verdienen, hoe is die verdeling daarin? Is dat 90-10%, 80-20% of is het 50-50? Ja, dat hangt er net vanaf hoe die bedrijven het doen. Hè. Dat is een zaak van die ondernemers. Maar het mooie is, als je ondernemers samen in een kamer zet, dat zag ik op Aruba wel gisteren, en vanaf vanmiddag zijn ze direct begonnen met contact te leggen hier met de Curaçaose ondernemers. Als je ondernemers met elkaar in één kamer zit, dan gaan ze zaken doen. Dat duurt een half uur, dan hebben ze kennis gemaakt en dan gaan ze zeggen, hoe kunnen we aan elkaar verdienen? Dus dat is ook het mooie van zo'n bedrijfslevenmissie. Dat was vorige week naar Houston. Ik zie het nu hier weer op de Caribische eilanden. Dat werkt altijd geweldig. Een combinatie van een politiek bezoek met zo'n bedrijfslevenmissie. En je kunt achteraf nooit precies knippen waar dan meer geld verdiend wordt. Maar als we samen veel geld verdienen, dan is het ook samen. Dan ten aanzien van die aanwijzing. Die heeft de Rijksministerraad gegeven. Dus niet Nederland, waar we erg scherp op zijn. Ik ben ook vooral hier als voorzitter van de Rijksministerraad op werkbezoek. En de Rijksministerraad heeft dat gedaan op advies van het College Financieel Toezicht, het CFT. En als het CFT adviseert die aanwijzing op te heffen, dan komt dat weer aan de orde in de Rijksministerraad. Inderdaad, u heeft gelijk, er lijken nog twee redenen te zijn die aanwijzing niet op te heffen. Maar ik heb ook gesproken met het CFT. Het CFT meldt mij dat er echt grote stappen vooruit zijn gezet op Curaçao ten aanzien van het stabiliseren van de overheidsfinanciën. Dat het van belang is dat voor te zetten. Nou, het is ook het plan van het kabinet hier om die lijn voor te zetten. En ervoor te zorgen dat die overheidsfinanciën blijvend in rustig vaarwater komen. Dus die aanwijzing kan binnen enkele maanden helemaal van tafel zijn, denkt u? Daar ga ik niet over. Maar wat denkt u? Wij wachten daar natuurlijk op nadere duiding van het CFT. Het CFT is degene die ons adviseert. Dus die adviseert dan de Rijksministerraad op enig moment om te zeggen, ook de laatste twee redenen voor de aanwijzing zijn vervallen. Maar ik moet al passen daar zelf nu in te gaan voorspellen. Dan moeten we echt varen op het kompas van het CFT. Maar nogmaals, positief ontwikkeling. Dat zou ik echt willen onderschrijven. Meneer Prijs-Rutte, maakt u zich zorgen over de situatie op Curaçao? Zorgen niet. Ik merk wel dat ik daar focus op heb, net zoals mijn collega hier nog veel gefocuster is, want het is zijn baan hier. Hij is de minister-president van Curaçao. En het bevalt mij zeer hoe hij de zaken beschouwt. Nuchter, met een open oog voor die twee grote zaken die er liggen. De vraagstukken van behoorlijk bestuur, integriteit, bestrijden van fraude, criminaliteit, daar is veel focus op. Er is ook over gesproken in het overleg van de vier ministers van Justitie, nog heel onlangs. Ik ben blij met de dingen die ik daarover hoor en ook wordt omgegaan met de rapportage van Transparency International. Het lijkt mij cruciaal voor een zelfstandig land als Curaçao om daar vol focus mee door te gaan. Dus ik ben niet iemand die zich de hele dag zorgen maakt. Als je zorgen hebt, moet je wat doen. En volgens mij zit jij precies zo in de wedstrijd. Als je zorgen hebt, moet je wat doen. Dus dan wil je weten van Transparency International, wat moeten we doen? Nou, we hebben rapporten uitgebracht, daar wordt nu op geacteerd. Ten aanzien van de overheidsfinanciën hebben we het rapport gehad vorig jaar zomer van het CFT. Daar is op geacteerd, daar is de aanwijzing gekomen. Dat heeft geleid tot een belangrijke bijstelling van het hele financieel beleid van Curaçao. En dat ziet er nu uit dat als we dat stap voor stap zo voortzetten, de zaak hier blijvend stabiliseert. Betekent dat de inwoners van Curaçao, als ze vanavond dit hoort, dat ze rustig naar bed kunnen gaan? Het laatste wat ik ooit zal doen is als een soort kolijn zeggen, gaat u rustig slapen. Iedereen moet
eerste plaats zelf besluiten wat hij van zijn leven maakt. Daar gaat de overheid of de politiek niet over. Wij kunnen de randvoorwaarden regelen. Dat mensen rustig gaan slapen hangt allereerst van de persoonlijke keuzes af. En daar wil ik verder van blijven. Maar wat wij kunnen doen, wat Ivo Asjes kan doen, wat ik kan doen, is zorgen voor goed onderwijs. En fatsoenlijk bestuur. Overheidsfinanciën die overheidsfinanciën op orde zijn. Zodat mensen die besluiten iets van hun leven te maken, daar ook alle ruimte voor krijgen. Gaat u dat doen? Ik merk hier, voor Nederland geldt dat dit onze belangrijke aandachtspunten zijn. Maar ik merk het ook hier op Curaçao, dat voor dit kabinet onderwijs, fatsoenlijk bestuur, overheidsfinanciën op orde brengen. Een lijn die is ingezet vorig jaar december, consequent, stap voor stap, voortzetten. Dat het ook de agenda van het kabinet is. En dat spreekt mij zeer aan. Dank u wel. Ja, Ruud, welkom hier op Curaçao. Dank. Mijn naam is Richard Rommel, ik ben van Radio Direct. Goedemiddag, heer Asjes. Ik heb een vraag voor de heer Rutte. Misschien kunt u mij... Ik heb maar geen vragen, maar ze kennen vragen. Dat spreek je al vaker. Ja. Okay. Misschien kunt u mij uitleggen, heer Rutte, hoe is het mogelijk dat er een motie aangenomen wordt door de Staten van Curaçao inzage integriteit, onderzoek, centrale bank. Maar die wordt zomaar wordt het ingesteld met de weglating van de integriteitsonderzoek. Ja, wat ik niet wil doen is na een paar uur Curaçao hier vergaande uitspraken gaan doen over de politieke situatie. En er zijn natuurlijk allerlei dossiers en daar kun je met z'n allen van alles van vinden. Maar dat is echt een zaak die ik in eerste plaats zou willen voorstellen dat u die ook aan het kabinet hier vraagt en aan de politiek hier vraagt. Als het is goed oppassen dat ik niet vanuit Nederland probeer alwetend... Maar wij vanuit Nederland en vanuit de Rijksministerraad, want Nederland is daar niet belangrijk, het gaat om de Rijksministerraad, het Koninkrijk, met elkaar als goede vrienden elkaar aanspreken, zijn die zaken die ik noemde: onderwijs, fatsoenlijk bestuur, overheidsfinanciën op orde brengen. Dat zijn de randvoorwaarden voor blijvende duurzame ontwikkeling van het land. Maar nu in dat dossier zo diepgaand commentaar gaan geven, vind ik niet passend. Dus voor alle duidelijkheid op dat vraag, aan Nederland heeft niks mee te maken. Dat zeg ik niet, maar ik vind het niet passend vanuit mijn rol als voorzitter van de Rijksministerraad om zo gedetailleerd op een dossier nu in te gaan in het persconferentie. Oké. En nee, dat was 1B. Nee, ga ik niet. Andere jongen. En zeg maar in zo simpele woorden, voor Nederland en ook voor Curaçao. Tot hoeverre zal Nederland ingrijpen op Curaçao qua de regering? Ja, Nederland grijpt nooit in. We hebben een Rijksministerraad met z'n allen. En die heeft middelen om in twee bijzondere omstandigheden aanwijzingen te geven of in te grijpen. Dat is als het met de financiën niet goed gaat. Dat hebben we vorig jaar ook als Rijksministerraad gedaan, vorig jaar zomer. En de effecten zijn echt bemoedigend. De overheidsfinanciën van Curaçao zitten op de goede weg. Er moet nog veel gebeuren, maar het kabinet is ook voornemens om dat stap voor stap te doen. Het tweede wat kan gebeuren vanuit het hele staatkundig concept en complex van wetgeving en verbanden in het Koninkrijk is dat kan worden ingegrepen als er grote problemen zijn op het terrein van de integriteit. Dat zijn de twee punten waarop je met elkaar ingrijpt. Maar het is nooit Nederland die ingrijpt op een van de eilanden, het is altijd de Rijksministerraad. Meneer Rutte, goedemiddag. En ook goedemiddag meneer Asjes. Ik heb in 1990 een vraag gesteld die eigenlijk hetzelfde is, maar nu aan u. Die vraag heb ik toegesteld aan de toenmalige minister-president van Nederland, dat was de heer Lubbers. U komt nu naar Curaçao en bijna met volle overtuiging brengt u over dat Nederland met Curaçao gaat samenwerken, vooral in de regio, goede zaak natuurlijk. Maar mijn vraag luidt, wanneer gaan we eens een keer een plan opzetten om de relatie tussen de gemeenschappen van Curaçao en die van Nederland optimaal te doen zijn? Waarom? In de regel, als er over politiek wordt gesproken van Curaçao in Nederland, dan is het ontzettend negatief. En dat weet u ook. Vervolgens, als het gaat om criminaliteit, wordt het heel breed uitgemeten. Curaçao, zo'n klein eiland met zo weinig mensen, is niet in staat om zich optimaal een wending te geven aan die ontwikkeling. Nogmaals, de vraag is, wanneer gaat u, net als nu, de bedoeling is, gaat er een plan ingesteld worden om de relatie te verbeteren? Welke relatie precies? Ik heb daarnet aangegeven dat het in de regel, als er wordt gesproken over Curaçao in Nederland, is het negatief. Oh, ja, beeld. Nee, snap ik. Nee, het is waar. Het hele punt was dat tot 10 oktober 2010 die relatie ook alleen maar ging over twee dingen.
Namelijk, in Nederland waren er velen die zeiden het kostte veel geld. En omgekeerd was er op de eilanden het gevoel er is te veel restanten van kolonialisme in die relatie. Die twee dingen zijn opgelost op 10 oktober 2010. De landen zijn zelfs zelfstandig geworden. En de laatste euro's zijn overgemaakt. En daar blijft het ook bij. Er zijn geen nieuwe euro's overgemaakt. Dat heb ik al gesproken. Dus het is toen gebeurd. Dus de landen staan op eigen benen, financieel, in alle opzichten. En die discussie over een soort restant van kolonialisme is ook voorbij. Dus daarmee heb je in feite een nieuwe situatie. Die we eigenlijk met Aruba al langer hadden sinds de status apart in 1986. Maar met de andere 5 eilanden, en zeker de 2 nieuwe landen, Sint Maarten en Curaçao, is dat toen gebeurd. En daar zie ik de kans. En de vraag was net, waar kun je elkaar dan op aanspreken sinds 10 oktober 2010? Dat zijn precies die 2 elementen. Goed bestuur en fatsoenlijke overheidsfinanciën. En dan is het nooit Nederland die ingrijpt, dan is het de Rijksministerraad die kan aanwijzen. Oké, maar het gebeurt op de financiën. Ik vind die relatie dus, die is volwassen nu. Die is vanuit wederzijds respect nu. Ja. En daarmee zijn we ook voorbij de discussie over staatkundige concepten en hoe gaan we dat precies doen. En is het een land of geen land? Dat hebben we allemaal beantwoord, al die vragen. Ja. Van hoe dan ook, ik blijf niet op dat punt staan, maar ik hoop van harte dat u begrepen hebt wat ik daarvoor heb gevraagd. Het gaat me niet alleen om de staatkundige verhouding, maar meer om de sfeer. Het beeld wat men over het algemeen heeft van Curaçao, alles wat hier in het West gebeurt en zo. Dat wil ik even. Maar ik denk dat u dat iets negatiefs ziet. Ik denk dat sinds 10 oktober 2010. Ik ben het niet met u eens als u. Ik kan bladen aanhalen en dingen die gehoord hebben en zo. Maar dus, het is altijd opvattingen, die zul je ook allemaal wegnemen. Een tweede vraag. Een tweede vraag is met betrekking tot de terugbetaling van studenten die in Nederland hebben gestudeerd. Het is mij opgevallen dat er ongeveer iets van niet meer dan 10% van de studenten die in Nederland gestudeerd hebben terugkeren naar Curaçao, die heeft te maken met de terugbetaling. Is er ooit nagedacht om daar iets aan te doen, zodat je meer mensen terug kunt krijgen, want als je terug kan betalen in euro's en zo, dat is eigenlijk bijna onmogelijk. Waardoor je dus. We gaan niet een aparte regeling voor studenten uit Curaçao maken, dat kost weer geld. En ik zei net, we gaan geen nieuw geld in een relatie steken. Het mooie van een volwassen relatie na 10 oktober 2010 is dat dat deel van schuldsanering en er moet nog weer geld bij, waar moet het dan vandaan komen, dat hebben we beslecht allemaal toen. En inderdaad, als iemand uit Curaçao in Nederland wil studeren, gebeurt dat natuurlijk gewoon tegen normale voorwaarden. En als hij schulden opbouwt, dan moet hij die ook aflossen. Daar kan niks aan veranderen. Maar ik weet dat het ambitie is van het kabinet hier om ook meer, goed opgeleide, ook andere mensen die uit Curaçao, uit de oude situatie met de Antillen en nu specifiek Curaçao, in Nederland wanachtig zijn, die ook weer een kans hier te bieden. Nou, dat is natuurlijk prima. En mensen moeten daar eigenlijk een keuze in maken. Oké, bedankt u en ik wens u een prettig verblijf. Dank, goed u weer te zien.